Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een Q&A voor jullie. En deze Q&A houdt in dat jullie mij vragen konden stellen via Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook en ja. Ik heb hele leuke vragen binnengekregen en die ga ik nu met jullie beantwoorden. Dus let's go. Oké, eerste vraag. Wat haal je bij Starbucks? Meestal hou ik een vanille latte of een caramel frappuccino. Maar als het winter is, vind ik het ook wel leuk of lekker om een speculaas latte te halen. Oké, volgende vraag. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Mijn plannen voor de toekomst zijn toch wel verder gaan met YouTube, een opleiding fotografie of video editing. Ja, dat ik later in Amsterdam ga wonen. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Of ja, ik zie het wel waar de toekomst me brengt eigenlijk. Want zometeen vertel ik iets van, goh, ik wil dit en dit en dit gaan doen. En dan gaat het helemaal niet door. Dus ja, ik zie het dan wel. Zie. Wil je later kinderen? Nope. Het ligt eraan. Nou ja, weet je, ik zie het wel. Net als met de vorige vraag, ik zie wel waar de toekomst me brengt. Want nu zeg ik van dodelijk, ik heb altijd gezegd, ik wil geen kinderen. Maar, ja, ik wil geen kinderen. Zie. Wat is je favoriete taart? Chocoladetaart. Of slagroomtaart. Of tompoes. Of roomboterbroodje. Zo'n broodje met vulling. Ik hou van alle taart. Behalve halve fly. Dat vind ik echt niet. Vind ik echt niet lekker. Ja, fly. Dat fly vind ik echt niet eten. Oké, volgende vraag. Met welke YouTuber wil je een video opnemen? Met Aimee van der Pijl. Van You Don't Need More. Zo, You Do Need More. Met Rachel Kromdijk. Met Vera, Rutger, Teske, Jami. Monica Geuze, dat lijkt me ook wel erg leuk. Sophie Milzing. En Sharon. En natuurlijk Masha van Beauty Gloss. Lijkt me ook wel erg leuk. In Amerika wil ik met Bethany Moda, Megan Rings een video opnemen. Of Zoella. Met welke BN'er zou je wel een keer een beschuitje willen eten? Een hele rol mag natuurlijk ook. Ik denk toch wel met Jolanta. Jolanta, ik vind Jolanta echt een mooie vrouw. Ik zweer. Met welke beroemdheid zou je wel eens willen ruilen? Hier heb ik echt super lang over na zitten denken. Maar ik denk toch wel Zac Efron. Omdat Zac Efron in High School Musical heeft gespeeld in 17 Again. Of ja, misschien een zanger of zo. Of Usher, want Usher kan goed dansen. Ik zweer. Ik kan op zich wel goed redelijk dansen. Maar ik vind het best wel knap, want hij kan zingen en dansen tegelijkertijd. Ik kan dat ook, maar als ik dans en zing, dan is mijn zang weer heel erg vals. Niet dat ik goed kan zingen, want ja, volgende vraag. Wat is onze leukste herinnering samen? En dat vraagt JSX underscore. Ik denk toch wel de eerste keer dat wij naar die Brave gingen. Dat was 10 mei. Ja, dat vond ik erg leuk. Dus, wie is je favoriete YouTuber en waarom eigenlijk? Nou, zoals jullie weten heb ik ooit een keer mijn top 10 favorites bij YouTubers gedaan. Binnenkort wil ik dat weer gaan doen, dus laat me even weten in de comments of daar belangstelling voor is. Dan doe ik een deel 2 voor die video. En ja, ik denk toch wel Monica Geuze, omdat Monica Geuze wel heel grappig is. Maar ik heb trouwens ook een nieuw YouTuber ontdekt. Het kanaal heet, ik heb het al heel vaak bekeken eigenlijk. Maar hij vlogt dagelijks nu. En dat kanaal heet Nan en Meijer. Hij doet ook Shirley en Tamara. Echt een super hilarisch kanaal. En dus dat. Ik denk dat ik met Monica Geuze en Nan en Meijer een keer een video wil opnemen. Of favoriete YouTuber, sorry. Volgende vraag. Wat vond je van onze Polonaise bij Be Brave in Honslersdijk? En dit vraagt Queen underscore Fafa underscore X. Ik heb toen bij Be Brave gingen,
was op, zeg maar daarvoor was dan Woezel, Woezel en Pip. Wipneus en Pim, dat was het. En ze draaien echt carnavalsmuziek. Ze waren helemaal in de polonaise dansen en zo. Dat was super vet. Ik vond het natuurlijk hartstikke leuk, want iedereen deed gewoon mee en dat was super chill. Zie? Wat is je lievelingsliedje van Be Brave en wie is je favoriet van Be Brave? Het valt me heel erg op dat heel veel mensen vragen wie is je favoriete Be Bravier of Be Brave persoon. Dan denk ik, mijn favoriete liedje van Be Brave is Bad, Hallo en Verleiden. Van Verleiden staat trouwens mijn first reaction video op mijn YouTube kanaal. Heb je die nog niet gezien, dan zal het linkje in de beschrijving staan. En favoriete... Ja, ik heb eigenlijk geen favoriet. Ik vind ze eigenlijk allemaal wel goed zingen en dansen. Dus ja, volgende vraag is... Wat vind je het allerleukste om te doen in je vrije tijd? Chillen met vrienden. Video's opnemen voor jullie. Video's editen. Gewoon lekker chill, filmpjes kijken en dat soort dingen. Dat vind ik ook wel heel erg leuk in mijn vrije tijd. Het is natuurlijk vakantie, dus je hebt ook heel veel vrije tijd over. Dus... Oké. Welke YouTuber wil je graag ontmoeten? IME van de Pijl van Doe Je Niet More. Het lijkt me super vet om jou ook een keer in het echt te zien. Leukste moment samen van ons bij Be Brave. En dit vraagt Karima.sl. Ik denk toch wel flying worden. Lijkt me echt. Dat was echt leuk. En dat Lois op haar bek ging, zeg maar. Er staat trouwens ook een vlog op van die dag. Het heet... Op Schiphol vlokken. Want vlokken is een nieuw woord van ons. Als ik zeg maar, ik ga vloggen. En dan zegt iedereen vlokken. Yay. Superleuk. Dus dat. Oké, waarom ben je met YouTube begonnen? En dit vraagt PLQ laagstreepje 1. Ik ben begonnen met YouTube omdat ik jullie wilde inspireren. Om leuke video's voor jullie te maken. Mijn eerste video was echt. Wat dacht ik daar? Ik dacht, ik upload het, ik bewerk het mooi. En wauw. Het beeld was zo ontzettend slecht. Mijn haar zat niet. Ik ging naar een concert van Cody Simpson. Ik dacht, leuk vloggen. 4 maanden daarna heb ik het er pas op gezet. Dus ja, ik denk toch wel waarom ik begon met YouTube. Omdat ik gewoon het leuk vond om mijn hele leven op internet te zetten. Grapje. Nee, om later een herinnering aan later te hebben. En dat jullie ook altijd kunnen kijken. Van, goh, dit doet hij. Ik heb ook vlogmas gedaan. Ik heb 1 maand helemaal gevlogd. Ik heb er niet elke dag een vlog op gekregen. Dus dat. Dus ja, volgende vraag. Ik krijg ook heel vaak de vraag van, wat vind je van mij? En deze vraag is gesteld door Rosa Gerbensma. En ik vind je heel erg lief. Ik heb je nog niet... Ja, ik heb je 1 keer gezien bij Fashion Chicks. Maar je lijkt me wel een heel aardig meisje. Dan vraag Jong Philippe Jurado, top 5 lijst van artiesten en de boys van Be Brave. Oké, top lijst van artiesten. Ik denk toch wel Ariana Grande, Selena Gomez, Miley Cyrus, Be Brave. En nog eentje. Oh my god, ik ben hier zo slecht in. Dan denk ik toch dat ik ga voor. Ja, ik weet het niet. Nee, Bethany Mona. Bethany Mona zingt ook. Oké. En dan was van Be Brave. Samuel, Kai, Johnny, Jay en Cassius. Oké, wat vind je nou zo leuk aan YouTube? Dat je interactie hebt met de kijker. Dat je lekker op reacties kan beantwoorden. En dat ik jullie ook een keer in het echt ga zien. Dat vind ik ook erg leuk. Dus dat eigenlijk. Volgende vraag. Oké. Volgende vraag. Wat wil je nog heel graag in je leven bereiken? Dat ik meer dan 25.000 abonnees heb. Ik zit nu op de 231. Daar ben ik wel blij mee. Voor de rest. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Volgende vraag. Tip voor YouTube. Ja, die heb ik zeker. Als je een keer een YouTube kanaal wil beginnen. Nou, dan moet je het volgende doen. Ten eerste, goede camera.
Ik weet het, want ik spreek uit ervaring. Ik had een keer een Samsung camera. Dat was super slecht. Toen ben ik overgestapt op mijn iPhone. Elke dag gewoon lekker vloggen. Zo, weet je wel. Dat schoot ook niet op. En toen ben ik overgestapt op mijn echt Nikon D3200. Een spiegelreflex. Waar ik nu mee film. Mijn vlogs en zo. Dus dat, investeer in een goede camera als je beginnende YouTuber bent. Want beginnende YouTubers... Mensen vinden het leuk als jouw video's beter kwaliteit hebben. Oké, heel veel mensen hebben niet zoveel geld. Maar jij kan ook voor sparen. Ik heb er ook heel lang voor gespaard. Wat ook een tip is, is vraag voor je verjaardag geld. Want dan heb je sneller je camera. Ook een handige tip is het bewerkingsprogramma. Ik gebruik Windows Movie Maker. Maar ik wil binnenkort overstappen op een nieuw programma. Laat even weten in de comments als jij een programma weet. Een gratis programma wat heel goed kan werken op een laptop van Toshiba. Binnenkort ga ik ook lampen kopen. Want dan kan ik ook gewoon in het donker filmen. Dus investeer in een camera, in een goed programma, in een goede laptop. In lampen, softboxen. Ja, wees lekker jezelf op YouTube. Dus ga geen mensen nadoen. Geef je gewoon lekker een eigen twist aan. Want alleen dan komen mensen naar je YouTube kanaal. Okay. Als je een bekende persoon mag ontmoeten. Wie zou dat dan zijn? Nou, ik heb Ariana Grande ontmoet. Of nou, niet echt ontmoet, maar gewoon live gezien. Optreden. Maar ik wil echt wel een keer met haar een foto maken. Een selfie. Samen met haar of met Bethany Moda. Dan waren dit alle vragen van de eerste Q&A. Als jij nog een leuke vraag weet, zet hem dan hieronder. Dan kan ik hem voor een volgende Q&A gebruiken. En vergeet geen dikke duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een brand nieuw video. Tot de volgende keer. Doei.